Welkom bij de online inspiratiebijeenkomst over de lokale veteranen. Excuses. Welkom bij deze online bijeenkomst over lokale veteraneninitiatieven. We gaan het hebben over verhalen van veteranen voor het onderwijs. En naast mij is aangesloten Pascal Bobbe. Pascal, je bent coördinator van de educatieafdeling van het Nederlands Veteraneninstituut. Het Nederlands Veteraneninstituut zorgt voor educatie over het werk van veteranen en heeft ook een aantal mogelijkheden om dat in te zetten in het onderwijs. Intussen loopt nog steeds overigens de Q&A, dus heb je vragen, zet ze daar in de chat neer en dan beantwoorden we ze zo meteen. Pascal, voordat ik met je in gesprek ga, gaan we even kijken naar een oproep van veteraan Luc Elshout. Ik ben Luc Elshout en ik ben veteraan. Dat komt omdat ik heb gewerkt in verschillende oorlogsgebieden. Maar weten jullie eigenlijk wel wat een veteraan is? Een veteraan is iemand die gediend heeft voor het Koninkrijk, in een oorlogsgebied of in een vredesmissie. Na afloop van elke missie ontvangt een militair vaak een militaire onderscheiding. Kijk maar naar de medailles op mijn borst. Deze heb ik ontvangen voor mijn werk in Irak en Afghanistan. Op 20 juni 2009 moest ik erop uit om Franse militairen te gaan helpen. Deze Franse militairen waren op een bermbom gereden. Daarbij rijd ik zelf ook op een bermbom. Daarvoor heb ik dit insigne mogen ontvangen. Dit insigne staat voor Vulneratus Nec Victus. Dat is een Latijnse tekst die eigenlijk betekent gewond, maar niet verslagen. Wij, als Nederlandse veteranen, hebben een veteranenspeld. Wij hebben nog geen veteranenmedaille. Daarom zijn wij op zoek naar jonge makers die deze medaille kunnen ontwerpen. Die alle Nederlandse veteranen eert en trots maakt. Doe jij mee? Check de website en meld je aan. En misschien wordt jouw medaille wel de nieuwe onderscheiding voor alle Nederlandse veteranen. Jaarlijks organiseert het Nationaal Comité een wedstrijd voor kinderen, waarin ze uitgedaagd worden om op een creatieve manier hun erkenning en waardering voor veteranen te uiten. De winnaars staat volgens mij iets bijzonders te wachten. Ja, zeker. De winnaars die mogen volgens mij sowieso naar de Nederlandse Veteranendag. En het extra bijzondere wat er dan aan vast zit is dat zij mee mogen vliegen in de Dakota. Een historisch vliegtuig, hè? Dat maken niet veel mensen mee volgens mij, zo'n vlucht. Nee, volgens mij ook niet. En volgens mij is het sowieso al bijzonder om dan in zo'n oud propellervliegtuig te mogen instappen. Ja. En natuurlijk heeft die Dakota ook wel een historische waarde, omdat het een transportvliegtuig was uit de Tweede Wereldoorlog. Nou, dat is natuurlijk fantastisch als je als klas zo'n prijs kunt winnen. Zeker. En je noemde al even, ze mogen naar Veteranendag. En volgens mij krijgen ze ook nog een speciale VIP-treatment daar, hè? Ja, inderdaad. Ja. Het Veteraneninstituut zet zich in om scholieren eigenlijk mee te nemen in de verhalen van veteranen. Op wat voor manier doen jullie dat? Ja, goed. Elke veteraan heeft natuurlijk een uniek verhaal. Dat is gerelateerd aan zijn missie. Nou, wij zorgen ervoor dat zij die unieke verhalen kunnen delen op scholen. En we zorgen er dus ook voor dat die unieke verhalen gekoppeld worden aan doelen die ze in het onderwijs hebben. Bijvoorbeeld burgerschap. En dat doen jullie met het programma Veteraan in de Klas, heet het, hè? Jij bent coördinator volgens mij ook van dat programma. Dat klopt. Je bent zelf ook veteraan, toch? Ja, ik ben zelf ook veteraan. Ik ben 4 keer uitgezonden geweest. Ja. En dus ik weet wel een beetje waar de veteraan het over heeft. En samen, ik doe het niet alleen, ik doe het ook met mijn collega's. Andere collega is een docent in het onderwijs geweest. Ja, en die combi maakt het heel erg mooi, zodat we dus weten hoe we die verhalen kunnen koppelen aan dat onderwijs. Ja, dat je het ook op de juiste manier over de bühne weet te brengen bij de kinderen. Ja. Hey, en wat is jou nou het meest bijgebleven uit je eigen missies? Wat is me het meest bijgebleven in mijn missie? Nou, vooral de kameraadschap, het samenwerken met elkaar en dan ook het samenwerken met mensen die je eigenlijk helemaal niet kent, die uit hele andere delen van het land komen, dat dan samenkomt en dat je dus wel een gemeenschappelijke taak hebt en dat je dus jezelf ten dienste stelt aan het hoger gelegen doel. Ja. En waarom vind je het belangrijk om die verhalen ook aan de jonge generaties te vertellen? Nou, omdat aan de ene kant wil je ook duidelijk maken dat wij hier nu in Nederland al bijna 80 jaar in vrijheid leven. Ja. Dat is één. Dus gelukkig hebben wij niet meer te maken met conflicten en oorlogen binnen de eigen landsgrenzen. Nou ja, we zien natuurlijk wel in de media dat buiten Europa er wel conflicten zijn. En de enige die dat
ja, kan delen, omdat ze daar wel aan hebben blootstaan, zijn natuurlijk veteranen. Dus wat wij heel graag willen vertellen is dus dat we in die 80 jaar dat wij in vrijheid hebben geleefd, wij wel de verhalen kunnen delen van die veteranen die dus wel in een conflictgebied hebben moeten dienen. Ja, ja. Hey, en dat doen jullie onder andere dus met dat programma Veteraan in de Klas. Zijn er nog meer mogelijkheden? Wij bieden natuurlijk Veteraan in de Klas aan. Maar je hebt natuurlijk ook het net over gehad over de concerten die worden aangeboden. We hebben binnen Veteraan in de Klas, hebben we natuurlijk naast het delen van de verhalen van veteranen, hebben we ook het interactief dilemma programma. En dan ga je als leerling een interactief programma volgen waarin je dus in de huid kruipt van een militair op uitzending. Mm-hmm. En dan laten we de leerlingen ook keuzes maken die een militair tijdens een uitzending moet maken. En hoe moet ik me dat voorstellen? Hoe werkt zoiets? Nou ja, het is interactief. Dus de meeste scholen hebben dan ook wel een smartboard. Ja. Daarop wordt een scenario wordt geprojecteerd. Daar komen een aantal keuzes. De keuzes maken de leerlingen. En aan de hand van die gemaakte keuzes zijn er natuurlijk gevolgen. En die gevolgen zijn natuurlijk ook gelijk zichtbaar. En aan de hand van die gevolgen moet je weer een nieuwe keuze maken. Ja, dus elke keer dilemma's waar je mee geconfronteerd wordt, waarvan je ziet van wat is nou het gevolg van de ene keuze of juist de andere keuze. Ja, precies. En Mooi. Dat is voor ons heel belangrijk om die erkenning en waardering van veteranen te vergroten. Ja. Om te laten zien hoe moeilijk het is om zo'n keuze in bijvoorbeeld de split second te moeten maken. Ja. En aan de andere kant kunnen we daar ook weer aansluiten in het onderwijs. Of hoe doe je dat nu eigenlijk, keuzes maken? Dus dan is het stukje keuzevaardigheid is dan wel een mooi haakje waarin we het dus kunnen laten zien. Ja, ja, mooi. Hey, nou praten we vandaag natuurlijk vooral tegen ambtenaren die bij de gemeente werken. Je hebt het heel erg over het onderwijs. Wat kunnen zij hier nu precies mee? Ja, ik zie het dan zo voor me dat de wethouder onderwijs ook de scholen laat zien van, dit bestaat er. Nodig zo'n veteraan uit. En dan kan je dus natuurlijk gelijk zo'n veteraan in zijn kracht zetten door een verhaal te delen. Ja, en je sluit natuurlijk aan op mooie onderwerpen zoals vrijheid, dat we hier al 80 jaar in vrijheid leven. Ja, ja, dus we roepen eigenlijk de kijkers op om de verbinding binnen hun gemeente te zoeken met onderwijs of met hun eigen wethouder om dit verhaal eigenlijk verder te vertellen, dat deze mogelijkheid er is. Ja, zeker. Ik denk dat het een hele rijke aanvulling is op het onderwijscurriculum. Ja, ja, en uiteindelijk moeten we toch bij de jeugd beginnen, denk ik. Dus, absoluut. Mooi. Is er nog iets wat je de kijkers mee zou willen geven? Nodig een veteraan uit. Wil je daar meer informatie over, dan verzoek je om naar de site te gaan van het Nederlands Veteraneninstituut. Daar hebben we een aparte daar heb je een apart kopje, een minuutje over. Dat gaat over veteranen. Het gaat natuurlijk over veteranen. Daar daaronder zit educatie. Ja. En als je direct contact met ons op wil nemen, stuur dan een mailtje naar educatie@nlveteraneninstituut.nl. Helemaal helder. Dankjewel. Graag gedaan.